Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Cubis, Provincie Noord-Brabant en Fonds 21. De Media Battle. Een quiz waar mediawijsheid centraal staat. Slim zoeken, bovenparate kennis. Zet media bewust in en beoordeel de gevonden informatie. Zo kom je tot het juiste antwoord. Er zijn in totaal 3 rondes. Wie wint deze Media Battle? Ik ben hier vandaag in het altijd mooie Waalwijk op het 100-jarige Dr. Moller College. Eerst even de rijtjes. Zo, ja. De B en de C. Ik stuur nu mijn appje. Als het goed is, ontvangen ze hem nu. Hier zijn ze. Team Rood, 2C. Kom erbij, jongens. Kom erbij. 2C, team A. Vak A, alsjeblieft. Maar we hebben ook nog een tegenstander. Het groene team, 2G. Daar zijn ze. Oh, daar zit energie in. Daar zit energie in. Ja, ja, ja. VG. Oeh, een overwinningskreet. VG. Give it up voor Joanneke. We komen er al aan, terwijl ik zo niet eens heb aangekondigd. Nou, die heb ik ook niet meer nodig. Hier zijn ze, 2H. High five. Wie ben jij? Dries. Dries. Is sowieso al een goede naam. Ja. Hè? Ja, Dries, hoe heb je je voorbereid vandaag? Een cracker met hagelslag doet het altijd goed. Een cracker met hagelslag doet het altijd goed. Voor de volgende klasse houden je gedachten, hè? Ja, 2H is er ook klaar voor. En de C. Cedric, die is natuurlijk voor jou. We gaan beginnen met de eerste vraag. We beginnen met 3 klassen waarvan er maar 1 door kan gaan naar de volgende ronde. De vragen worden beantwoord door in het juiste vak te gaan staan. Welke klas weet door slim samen te werken de meeste leerlingen over te houden? Vraag 1. Een app is kort gezegd een software-applicatie gemaakt voor een specifiek doel. De vraag is, welke app is wereldwijd het allermeest gedownload? Is dat antwoord A, WhatsApp? Is dat antwoord B, Facebook? Of is dat antwoord C, Snapchat? De tijd gaat nu in! Oké, er wordt druk heen en weer gerend hier achter mij. Totdat de tijd om is, want dan mogen ze niet meer lopen. En de tijd is om! Jij staat als enige van groen nog hier. Misschien ben ik wel de enige die slim is van deze groep. Hé, dat zou best wel eens kunnen. Waarom dacht je Snapchat? Omdat ze dat in Amerika en andere continenten ook hebben. En WhatsApp bijvoorbeeld niet. Heel slim. Jongens en meisjes. Het goede antwoord moest zijn... Antwoord B. Jullie zijn af en jullie zijn ook af. Helaas. Ja, en met deze gemengde groep gaan we het doorspelen met de volgende vraag. Ja, je ziet ze al staan achter mij. De volgende vraag gaat over dislikes. Duimpjes omlaag. Want welke video heeft er op YouTube de meeste duimpjes omlaag? Is dat antwoord A, Baby van Justin Bieber? Is dat antwoord B, hier, Psy met de Gangnam Style? Gangnam Style. Hop, 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 hop aan Gangnam Style. Of is dat antwoord C, de nieuwe trailer van Call of Duty? Biggest surprise attack in the history of the world. De tijd gaat nu in. Waarom zijn jullie nou helemaal hier naartoe gegaan, Dries? Omdat ik heb laatst een filmpje gekeken over de meeste dislikes op YouTube. Dus ik wist het eigenlijk wel. Jij wist het antwoord gewoon? Ja. Oké, nog even niet tegen de rest vertellen dan. Ja, het is natuurlijk zo, die video's worden allemaal heel veel bekeken op YouTube. Maar ze krijgen ook wat duimpjes naar beneden. En ik heb het goede antwoord al gehoord. Dat is namelijk antwoord A! Ja! Ja, en Justin Bieber die wist het zelf eigenlijk ook wel. Kijk maar even naar deze video. Oh my god, I mean, it's just a huge tune. Smash. It really, really is. He's got the most dislikes on the internet. What? Internet en apps zijn natuurlijk leuk, maar die worden niet alleen gebruikt om gewoon mee te geinen, maar ook om serieuze dingen mee te doen, bijvoorbeeld huiswerk. Tegenwoordig gebruiken steeds meer jongeren internet en apps
om zichzelf te overhoren. En de vraag is, hoeveel procent van jullie doet dat? Is dat antwoord A, 45%? Zeg je nee, dat is antwoord B, 55%? Of denk je 65% van de jongeren? En de tijd gaat nu in. Kijk even wat er gebeurt. Heel team blauw staat bijna hier. In vak B, als enige nog van het groene team. En daar in vak A bij Jamie. Het goede antwoord moest zijn antwoord A. En dat betekent dat team rood doorgaat naar de volgende ronde. Kom er nog bij, jongens. En met één persoon extra winnen zij deze ronde. En gaan zij door naar de volgende ronde van de Media Battle. Ja, apps zijn natuurlijk super handig. En je kan ze ook best makkelijk zelf maken. Een goede app begint met een goed idee. Bedenk dus wat je met je app moet doen en voor wie die bedoeld is. Check je concurrentie. Wat is er al op de markt te verkrijgen en waarin kan jouw app onderscheidend zijn? Kortom, is jouw app vernieuwend? Denk na over de vormgeving. Hoe moet jouw app eruit zien? En tot slot, het maken van de app zelf, het technische gedeelte. Je kan dit natuurlijk uitbesteden, maar dit kost veel geld. En wie weet kun je het ook wel zelf. Check de site appmakenonline.nl. Oh, ik heb geen aandelen of zo hoor. Ja, en bij deze ronde gaan we verplaatsen. Maar voordat we dat gaan doen, luister goed. Mark Zuckerberg is, zoals jullie misschien wel weten, de oprichter van Facebook. En daar is hij behoorlijk rijk mee geworden. Zijn Facebook-aandelen zouden maar liefst 42 miljard euro waard zijn. Maar toen vorig jaar zijn dochtertje werd geboren, toen besloot Mark samen met zijn vrouw om tijdens hun leven 99% van die aandelen weg te geven aan het goede doel. Daar gaat de volgende vraag over. Dus, ga naar je Instagram, check de vraag onder de foto en dan zou ik zeggen, rennen! En terwijl zij druk aan het opzoeken zijn, vertel ik jullie alvast de vraag, namelijk, hoe heet de stichting waar Mark Zuckerberg en zijn vrouw 99% van hun aandelen aan zullen schenken? Oh ja, jongens, voor de duidelijkheid, als ik het goede antwoord zie, moet je nog wel in het lokaal zijn, hè? Ze hebben hier gewoon spontaan een soort van theeclubje met z'n allen, hè? Ja, ja. Eens even kijken of ze het al hebben gevonden. Ik ga naar Instagram. En stop de tijd! Mag ik naar voren hebben? Jules Zuiderlaan. Hé, Jules! Jules, ja. Ik lees hier... Jan Zuckerberg, initiatief. Jan Zuckerberg, initiatief, zeg jij? Ja. Ja, dat is een hele goede antwoord. Je hebt gewonnen! Applaus voor Jules! Ja, en Jules, jij wint natuurlijk een hele mooie... Selfie stick, alsjeblieft. Jules! We verdelen de klas in twee teams. Een goede zoekstrategie en het juist beoordelen van de gevonden informatie is essentieel. Ja, en met de allerslimste klas van het Dr. Molle College gaan we spelen de derde ronde. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik namelijk samen met... Roos. Matthijs. Morena. Niek. Jules. Bram. Ja, en met de hele rest van de klas. Ze zijn opgedeeld in twee teams. En de winnaar van de teams, die wint vandaag deze aflevering van de Media Battle. Daan, ja? ben jij een gamer? Niet echt. Nee. En wie van jullie gamet er eigenlijk? Luc. Nee, Stijn. Nee, Stijn gamet heel veel. Luc en Stijn, jullie gamen allebei. Wat speel je dan? Op de PlayStation af en toe. Op de PlayStation? Niet veel. En jij? FIFA 15. Jongens, wisten jullie dat ruim 38% van de jongeren tussen de 10 en de 16 jaar per dag minimaal 3 uur gamen? Dat is veel, hè? Ja, en hele slimme mensen dachten toen, ja, gamen is natuurlijk veel meer dan zomaar een simpel spelletje spelen op de computer. En daarom ontstond gamification. De vraag is, wat is gamification? En laat me ook even zien waar je dat antwoord hebt gevonden. De tijd gaat... nu in! Oké. Is dat zo? Ja. Help elkaar, jongens. Help elkaar. Waar kun je het vinden? Bij mij is. Wacht. Nee, game me. Dat is waarschijnlijk met dit. Nee.
meteen. Ja. Jullie hebben het? Oké. Okay. Wat is gamification? Ja, het staat hier in het Engels, maar... Gamification is het concept van de game mechanics en de game design techniek om deel te nemen en te motiveren mensen om hun doelen te bereiken. En waar heb je het gevonden? Gamification Wiki. Nee, op bashville.com. Het antwoord is goed, punt voor jullie! Ja! Ja, gamification is dus eigenlijk gewoon heel simpel, spelenderwijs leren. Dat maakt het toch veel leuker? Papier hier! Een hele bekende vorm van gamification is Hollebolle Gijs in de Efteling. Doordat hij je bedankt... Dank u wel. ...werd het ineens leuk om jouw snoeppapiertje weg te gooien. En zo kon je op een leuke manier iets leren. Steeds meer scholen gebruiken apps om van hun proefwerken quizzen te maken. En zeg nou zelf, een quiz klinkt toch veel leuker dan een proefwerk? Dan zou het toch een spelletje spelen zijn. Hoeveel mensen volgt minister-president Mark Rutte zelf op zijn Twitter, op zijn officiële account? Hier wordt gelijk naar Twitter gegaan, heel slim. Mooi. Wat doen ze hier? Hier typen ze gewoon een vraag in. Ja, dat kan ook wel eens snel leiden tot het goede antwoord. Nee, dit is oud. En zoals ze er dus nu achterkomen, zijn er dus meerdere Mark Rutte's op Twitter, maar niet allemaal hemzelf. Dit is al helemaal de verkeerde. Ga terug. Ja, maar wat? We hebben het toch? Via zijn officiële account. Het is zijn officiële account. Hebben jullie hem? Stop de tijd. Stop. Jullie hebben het antwoord. Hoeveel mensen? Noem nu een getal. Vier. Vier. Niet goed. We gaan door naar jullie. Weten jullie het antwoord wel? Hij vroeg niemand. Wat zeggen jullie antwoord is? Nul. Dat is het goede antwoord. Punt voor jullie erbij. Ja, het is dus 1-1. En terwijl de volgende teams klaar komen te staan, vertel ik je nog even dit. Want de officiële account, die wordt beheerd door de Rijksvoorlichtingsdienst. Maar Mark heeft natuurlijk zelf ook nog zijn persoonlijke account. En daar volgt hij er maar liefst 6. Dat is ook niet veel, hè? Ja, ik zit hier naast mijn naamgenoot Luc. En Luc, jij hebt de Cinnamon Challenge wel eens gedaan. Ja. Wat houdt het precies in? Dan moet je een lepel kaneel... Moet je gewoon in één keer doorslikken. Heftig man, hoe was dat? Ja, dat was niet zo fijn. Je moet heel veel hoesten en heel veel spugen en zo. No way. Damn, you're that power! Ja, het is een behoorlijke hype geweest. Meer dan 40.000 video's op YouTube. Over de Cinnamon Challenge. En vorig jaar lag er zelfs een Nederlandse jongen in coma in het ziekenhuis door die challenge. De vraag is, wat zijn nou de gevolgen van het inslikken van zo'n lepel kaneel voor jezelf? De tijd gaat nu in. Meid, hoe gaat het hier? Daar is je been. Goed. Ja? Denk ik. Ja. Wacht, ik loop niet zo snel. Ja, ze hebben het al. Stop. Handen van de knoppen. Oké. Ik wil van jullie minimaal 2 gevolgen horen van wat er gebeurt als je zomaar een lepel kaneel inslikt. Hoesten, bloedneus, longontsteking. Er zijn er zelfs 3. Ik heb nog meer. Ik reken het goed. Punt voor jullie. Yes. Concentratie. De vraag is namelijk, hoeveel Nederlanders hadden er een smartphone in 2015? De tijd gaat nu in. En het team met het eerste de hand in de lucht, daar ga ik naar luisteren. Ja. Oké, stop de tijd. 10,6 miljoen. Jij zegt 10,6 miljoen? Ja. En dat is het goede antwoord. Punt voor jullie. Ja. Ja, en terwijl ze hier achteraan het wisselen zijn van klasse, gaan wij naar de allerlaatste vraag en ook de beslissende vraag. Jongens, jullie denken vast dat de eerste 3D-printer een uitvinding is van pas geleden. Net zoals de virtual reality bril. Maar... het eerste virtual reality brilsysteem werd al in de jaren 30 ontwikkeld. Hoe zit dat dan eigenlijk voor die printer? De vraag is, wanneer werd de allereerste 3D-printer ontwikkeld? De tijd gaat nu in. Allereerste 3D. Ja, oké. Stop. Wanneer werd die ontwikkeld, die 3D-printer? 1986. Dat is het goede antwoord. Jullie hebben het van de Media Battle met een hele mooie prijs. Kijk eens alsjeblieft.
Die is voor jou. Die is voor jou. Leuk dat je hebt gekeken. En tot later.